begreep wel dat sedert vorige regeerperiode ik initiatiefvoorstellen toen met de heer Anton Paal en de heer Visnoedat had ingediend. En elke keer dat we dat hebben willen behandelen, heeft men parlement gesteld, weet u wat, we zijn bezig hier, laten we zeggen, de geldelijke voorzieningen te regelen van een macht, in dit geval rechtelijke macht, moeten we niet goed synchroniseren met dat van de andere machten. En dat is de uitvoerende macht en de wetgevende macht. Dit keer is het ook weer aan de orde gekomen en het parlement heeft besloten, laten we, alvorens we dat in behandeling nemen, de andere voorzieningen in orde maken. Dus tenminste synchroniseren. De drie machten, wat geldelijke voorzieningen betreft, en andere voorzieningen synchroniseren. Nu is het zo dat die regelingen her en der geregeld zijn, maar op zijn minst is bijvoorbeeld met betrekking tot de geldelijke voorzieningen, dat gekoppeld aan de voorzieningen, geldelijke bezoldigingen van de directeuren en departementsdirecteuren en onderdirecteuren. En daar hebben we vaak gezien dat vanuit die samenleving enorme kritieken ontstaan, want wanneer ambtenaren, laten we zeggen, loonsverhogingen krijgen, werkt dat direct door naar al de functionarissen. Ja. Ambtsdragers. Allemaal daarboven en naar beneden, hè? Precies, precies. Dus, en dat heeft vaak kritiek, hebben we kritiek gehoord vanuit die samenleving. Een ander veel gehoorde kritiek uit die samenleving, vanuit die samenleving is de kwestie van, ja, als men eenmaal minister is, laten we zeggen, voor een jaar, dan merken we dat zij na dat jaar, als ze minister af zijn, dat ze nog gebruik kunnen maken van of voorzieningen. Onderstand krijgen, ja. Voorzieningen. En eigenlijk, zegt men, leven lang voorzieningen krijgen. En dat is wat wij trachten met deze wetten, om daar enigszins een eind aan te brengen. Sommige mensen zeggen, ja, het is niet een juiste politiek moment om zo'n besluit te nemen en zo'n wet te behandelen. Ik vind juist dat wij dit soort politieke besluiten moeten kunnen nemen. En voor de zekerheid hebben we daarom het zo opgebracht. Dat kan nog wijzigen dat het zal gelden voor de eerstvolgende parlementen, dan wel regeerperiode. Het gaat niet om, dus nogmaals, het gaat niet om salarisverhogingen. De huidige salarissen. Even hoor, voor u verder gaat, meneer Gayadin, heeft dit initiatief het gevolg dat salarissen worden verhoogd? Nee, absoluut niet. Nogmaals, ja. We begrijpen dat deze discussie, als we niet regering overstijgend zouden denken, als we niet maatschappij ordenen zouden denken, zouden we zeggen, in het kader van politiek gewin, laten we dit soort zaken nu niet regelen. Ja. Maar het is juist de bedoeling waarbij, en vandaar dat ik vaker vraag bij dit soort vraagstukken naar de maatschappij om met een positieve bril ernaar te kijken en laten we voor eens en altijd dat goed regelen.